Hey daar, welkom op mijn kanaal. Blij dat je hier terug bent. Vandaag in deze video ga ik mijn grote challenge nog eens stuffen. Dat is al een tijdje geleden. Let's go! Mensen die me al een tijdje volgen weten dat ik graag consequent mijn mini challenge stuff. En als deze bereikt zijn, als zo'n envelop of een challenge bereikt is, wat doe ik daar dan mee? Met de kleine challenge ga ik naar grotere challenges gaan wijzen of dingen die ik graag op mijn bucketlist heb staan, die ik graag wil verwezenlijken. Het is al een tijdje geleden, want er zitten hier dus challenges in van, ik heb het er nu niet bij gestoken, maar misschien herinneren jullie deze nog. De Mario Challenge. Ik heb zelfs ook nog die van maart zitten. En ik heb nog eentje zitten. Ik heb in begin van het jaar de maand vooruit binder gedaan. En daar zat een envelop in die ik eigenlijk niet hoefde te stuffen. Omdat dat bedrag die rekening van de gezamenlijke rekening had. Dus daar hoefde ik eigenlijk nu niet direct voor te stuffen. Maar ik heb dat geld gehouden om eigenlijk te budgetteren in mijn grote savings. Nu, wat is het verschil tussen grote savings en mijn mini? Mijn mini savings is een totaalbedrag van euro's die ik kan budgetteren van 20 euro. Maar deze, de grote, zijn eigenlijk, ja, je ziet het hier ook, 45. Dit kan ik natuurlijk met mijn inkomen niet zo vaak gaan stuffen natuurlijk, hè. Vandaar dat ik nog eens graag deze ga stuffen en ik ga het samen met jullie doen. Dus de eerste wat ik hier tegenkom is de savings en ik heb het hier opgeschreven. Het wordt naar emergency gedaan en wat is emergency? Dat is deze challenge, Emergency B. Ik heb deze gratis gedownload. Deze mag gratis gedownload worden van de site Two Sisters Bees. Dus die hebben een YouTube kanaal en soms af en toe geven zij dus zo een freebie weg en ik maak daar dan heel gelukkig gebruik van. Dus dat is zo een soort bijenkorf en elke, hoe noemen ze dat, waar de bijtjes hun honing in steken, is dus voor mij 10 euro. En wat heb ik van budget? Ik had dus 100 euro. Dus hier zou dus 100 euro moeten inzitten en dat klopt. Hè. Twee briefjes van 50. Dus ik mag 10 hokjes gaan inkleuren. We gaan eens kijken. Hè. 100, dat is dus echt geld. Maar als ik er al een mooi bedrag in steek, steek er dus placeholders in. 100. 200, 300, 350, 360. Dus dat is hier 300, 350. Ik heb eentje te veel gekleurd. 360. Dus dat is eentje te veel. Maar ja, dat zal ik dan op het einde kunnen vervolledigen. Dat het terug klopt natuurlijk. Of als ik eens 10 euro extra gewerkt heb, extra inkomen heb, dat het terug klopt. Wat hebben we dan? Eens kijken. De maart challenge. De 52 weken. De 52 week. Dat is deze. Nu, dit is een challenge. Je kan deze wijden zoals je zelf wilt. Hè. Ofwel doe je het gelijk dat het hoort. 52 weken is een jaar. En stop je elke week een bedrag in. Van de eerste week 1 euro. De tweede week 2 euro. En zo verder. Totdat je aan 52 komt. Dat is het originele plan. Maar je hebt er tegenwoordig ook verschillende andere methodes in. Dit is nu lukraak bedragen van 15 tot 60 euro zelfs. Maar gelukkig, luk voor mij, alle 60's zijn ingekleurd. En dan heb ik een totaal van 2295. Nu, ik denk wel, ik heb het er dus niet op genoteerd, dat ik er al langer bezig ben met dit dan een jaar. Maar dat geeft niet.
Ik ben ermee bezig en vroeg of laat, door mijn consequent te zijn, zal ik dit bereiken, dit doel. Dus vandaag mag ik er 70 euro. Ik heb hier wel meer. 50, 70, 90, 100, 110 heb ik hier. Dan zal daar iets bijgestoken geweest. Ik heb het hier nu niet opgeschreven. Maar dus de maartchallenge was 70. En ik had eens een week over van 30 euro. Ik denk dat het van benzine was die ik niet gebruikt had. Omdat ik benzine getankt had met mijn bijberoep. Vandaar dat ik hier dus meer heb. 40 euro. Ja, daar zal nog eens 10 euro van boodschappen dan ook bij gegaan zijn. Maar kijk, dat gebeurt dus als je het niet opschrijft, dat je het niet meer weet. Ik toch. Maar het is een aangename verrassing, want ik heb meer dan dat ik gedacht had. Alright, dus wat gaan we daarmee doen? De grootste stuffen eerst. Hè. Ik ga mijn dingetje nemen, mijn rekenmachientje. We gaan eens kijken. Ik heb 110, waarvan we 45 gaan stuffen. Waarvan we 30 gaan stuffen. Neem altijd eerst de grote bedragen. Wat hebben we dan nog over? 35. Dus ik kan nog eens... Wat gaan we doen? Nee, ik ga toch maar 30 nemen. Is nog 5 euro over. En dit kan ik dus hier bij stuffen. Dus het is alweer mooi bijgestuft. Zodanig dat ik mijn doel kan bereiken. Hier zitten dus de playscholders in. 500, 1000, 1500, 1200, 1700, 1900, 2000, 20, 40, 50, 60. Dus de placeholders, dat is geld die dus ook al op de spaarrekening staat. En zo kom ik dichter bij mijn doel. Ik ga deze 5 euro nog eventjes laten wachten. En dan ga ik naar hier gaan. Dus dat was 155 die naar de challenge mag gaan. Van een maand vooruit rekening die ik in de loop van het jaar gespaard had. Dus ik mag eigenlijk kiezen waar ik het naartoe ga doen. Leuk hè? 100, 20, 40, 50 en ik zal die 5 euro er hier ook bij nemen, is 160 euro. Dan ga ik gewoon het rijtje af. Dan zie je misschien ook eens alle challenge, grote challenge dat ik doe. 15 of ga ik 30 nemen, dat is deze ook gevuld. 10, wat gaat zo doen? 20, 30. Dan is deze rij ook volledig. En kan ik deze 30 euro hierbij steken. Ga ik ook terug 10 euro in mijn Hive steken. Ah, ik had niet moeten kleuren. Ik had beter dat gelaten. Dan klopt het mijn bedrag terug. Of laat ik er van eerst keer dan 20 van maken. Dan klopt het terug. Laat ik het zo doen. Voilà, dan is dit weer juist. Dus eentje gekleurd en niet had ik eentje te veel. Alright. De regenboogchallenge. Laat eens kijken. Wat heb ik hier? 10. 20, 30, 35. Als ik daar... misschien het zonnetje van 10 euro. Dan gaan we 10, 20... Of laat ik dan 15 doen. Dan kan ik dat wisselen. 15, 20, 30, 40, 50. Hè. Dus dat mag eruit. En die 50 gaat erin. En dan gaan we het zonnetje inkleuren. En natuurlijk al een eerste zonnestraaltje. 15.
10 is 30, 40 is 50. Dat hele juiste. Van u dicht gedaan? Nee, toch? Right. Ah ja. Laat ik het geld hier leggen, hè. Dan zie je het ook. Oké. Next one, Life Happens. Dat is eentje die ik zelf gemaakt heb op Canva. Heel simpel, met zonnestraaltjes. Dus ga er misschien hier ook 50 in steken, want deze gaat niet zo goed vooruit. Dus de cirkel. 20. Het 40. Elk streepje telt ook voor 5 euro. En dan hier. Ik ga 10 nemen, want 5 lukt me gemakkelijker dan grotere bedragen. Is dus 50 euro. Yep. En dan heb ik hierin 50, 60, 70, 80, 90 euro. Gaan we verder doen? Maar ja, nee. Alright, we gaan deze starten. Dat is eentje van Die versus Dead. Deze dame geeft ook een YouTube-kanaal. Wat hebben we hier nog? 10, 20. Dus als ik 20 euro neem, dan kan ik eventueel 20 nemen. Maar kan ik ook altijd kleinere doen oplopen. Bijvoorbeeld 15 en 5 is ook 20. Maar ik ga de 20 nemen, want ik heb nu dit budget. En dan zijn de grotere toch al gestuft. Show me the likes. Deze staat eventjes op hold. Wat gaan we dan doen? De puzzle challenge. Maar ik wil ook niet te veel challenge met mijn keer doen. Want anders is het moeilijker om ze te volbrengen. Hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goh. 6 vind ik wel een mooi aantal. Zeker voor een grote challenge. Want ondertussen heb je nog sinking funds en op den duur wordt het te veel. Vandaar, laten we verder doen om er te volledigen. Ik zie dat ik nog een 45 had. Die had ik niet zien staan. 10, 20, 25. Bob, bob, bob. Laat ik misschien hier 15 insteken. Ja. 15. Hops. Weer al een vakje bijgekleurd. En dan kan ik hier de laatste 10 euro in mijn hive steken. Dus zijn deze challenges. Maar 10 ga ik hier in kleuren. Ik ga mijn hive opbouwen. Van beneden naar boven. En dan is deze ook weer een vakje dichter bij het doel. Voilà, ze zijn gestuft, de challengen. Dus van zodra er in mijn mini-challenge terug weer eentje vrij is, weer eentje is bereikt, zoals een maand-challenge, dan kan ik het hier ook terug aan wijden. Yes! Natuurlijk ook wel als ik een hele goede maand heb gehad in mijn bijberoep en ik kan meer budget spenderen aan mijn challengen, dan kan dit natuurlijk hier ook naartoe gaan, hè? Right? Oké. Eens een andere video van het budget site, het budget leven. Hoop dat je dit een interessante video vindt. Doe dan zeker de duimpjes omhoog. Daar help je mijn kanaal mee groeien. Zodat ook andere mensen mijn kanaal gemakkelijker terugvinden. Die graag budgetten, video's, content zien. Dan wens ik jullie nog een prettige dag verder en hopelijk tot de volgende. Dag!